Het werk van de vuilophalers en vuilverwerkers is naar zeggen van minister Stanley Rauwersing vandaag hervat. Dit zei gisteren in de Nationale Assemblée nadat de zorgwekkende situatie van vuilophal door diverse leden aan de orde was gesteld. De bewindsman zegt dat het probleem allemaal is ontstaan doordat de andere ministeries naast openbare werken, die ook belast zijn met vuilophal, niet meer konden opdraaien voor de kosten. Dus is gevraagd door zowel de president als de vicepresident aan het ministerie van Openbare Werken om die verantwoordelijkheid op zich te nemen, tenminste voor een jaar. En OW heeft dat dus ook gedaan. Maar dat betekende dat dat budget wat beschikbaar was voor OW, dat het ook versneld opgeraakt is, 200 miljoen ongeveer tot nu toe. Dat was voorzien. Er is extra budget opgenomen in de suppletorenbegroting. Maar omdat die suppletorenbegroting nog niet behandeld en goedgekeurd is, zijn er juridische ogen en haken om ook dat geld zo uit te geven. En dus dat vuil is blijven opstapelen, is niet omdat er geen aandacht was vanuit openbare werken. Mensen zijn blijven werken zolang ze hebben gekund. Ze zijn in overleg gebleven met de minister van Openbare Werken. De minister zegt dat de vuilophalers zijn blijven werken tot ze konden, ondanks het uitblijven van hun betaling. Er was gisteren een overleg met vuilophalers en het ministerie van Openbare Werken, waarin de dienstverleners hebben aangegeven dat ze vandaag het werk hervatten. NDP-parlementariër Rabinder Pamisser zegt dat de regering had kunnen inkomen, wetende dat de middelen niet genoeg waren voor vuilophaal. Hij meent dat de gemeenschap niets heeft aan de boodschap dat bepaalde ministeries niet konden opdraaien voor de kosten voor vuilophaal. En als het nodig is, zal ik het zeggen, bij diverse instituten waar men legaal uit kan trekken. Dat weten we wel en dat zien we in de begrotingen. Waarom hebben we dat niet gedaan? Het is zo gevaarlijk dat op sommige straten waar zoveel vuil is, veel ongediertes lopen en kinderen vroeg 's morgens naar school moeten en tussen de ongediertes moeten lopen. Dat is geen grap. Dat gebeurt onder meer in Para. Als u rijdt, zoals de heer Bova heeft aangegeven, via de Martin Luther Kingweg of andere straten, dat is geen gezicht, voorzitter. Dat is geen gezicht. En ik begrijp, en dat is niet onfatsoenlijk bedoeld, dat de minister begrip vraagt. Maar daar kunnen we geen begrip voor opbrengen, voorzitter. Dat moeten we onze onvrede uiten, voorzitter. En ik hoop dat er daadwerkelijk morgen een serieuze aanvang mee wordt gemaakt. Laten we dat hopen. Ook andere DNA-leden hebben hun misnoegen geuit over de verloop van vuilophaal in het land. Eerder in de vergadering raakte Melvin Bouva verhit over uitspraken die Mahinder Yogi deed. Al zou het zijn dat het de schuld is van de vorige regering dat er geen geld is voor vuilophaal. Assembleevoorzitter Marinus B. riep hem tot orde en dreigde hem uit de zaal te zetten. Toen de politie werd ingeschakeld om Bouva te verwijderen, protesteerde de NDP-fractie hevig.